die... Het is voor mij nog steeds een doodvogeltje. En dat vind ik echt heel erg jammer. Dit is je beste foto. Ik hoorde dat de fotograaf dat hij erg blij met je was. Maar ik vind deze foto eigenlijk helemaal niet zo goed. Het is een beetje een dood plaatje. Ik heb twee opmerkingen voor je. Allereerst, daar zie je voor mij uit als Charlize Theron in Monster. Maar ik zou er geen Oscar voor geven voor die foto. En ten tweede, als ik hier zo, als wij hier zo met jou zitten te praten en we hebben het tegen je, dan krijg je ineens iets sprankelends. Wat je niet had net toen je over die catwalk liep. Ja? Hou je hoofd erbij. Heb je geoefend thuis na de catwalkles? Ja. Ik kan er niet zoveel van terugzien, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Wat vind jij ervan, Marianne? Tijdens de catwalkles was het echt heel erg. Toen dacht ik echt bouwvakker en hoe krijgen we dat ooit goed. Ik zie hier wel een verbetering, maar het ziet er nog steeds niet echt elegant uit. Ja, nou ja, ik vond ook echt dat je liep te hakken over die catwalk. En je dus gaat niet alleen maar modisch zoals lopen voor de bouwmarkt natuurlijk. En jouw beste foto? Wat vind je ervan, Karin? Hoe ging de fotoshoot? Wat ik me herinner van gisteren van een fotoshoot is dat ik vond dat je je heel passief opstelde. Je kwam aanschokken. Je moet echt laten zien dat je zin hebt in die shoot. Hier ben ik. Dit wordt mijn foto. Dit ga ik doen. Wat Karin zegt, ze zegt je moet laten zien dat je het leuk vindt. Ik zou nog veel strenger willen zijn. Je moet het leuk vinden. Vind je het wel leuk? Vind je het wel leuk om te doen? Want het is absoluut niet te zien in je ogen, in je gelaatsuitdrukking. Annika, je moet leren, dat is heel belangrijk. Als model word je constant, heel je lichaam wordt bekeken, wordt ontleed. Zo is het gewoon. Je hebt constant te maken met afwijzing. Elke ghost die waar je naartoe gaat, je kunt er niet om gaan houden. Dat kan niet. Dat ziet er niet uit, sorry. Je moet gewoon je hoofd hoog houden en zeggen de volgende keer doe ik het beter. En je moet het ook beter gaan doen. Je moet wakker zijn en doorzetten. Even door die appel heen bouwen. Ik wil het heel graag en ik werk echt heel hard. En iedere keer presteer ik toch minder. En dat vind ik gewoon heel moeilijk. Ja. Je moet echt proberen... We willen inzet zien. Echt je constante inzet, dat je dit echt wil. En dat straal je gewoon nog niet uit. Het is heel vervelend, maar wij zien het niet. En als jij het wel ziet, dat is niet genoeg. Wij moeten het zien. Oké, bedankt. Ja. Dankjewel, Sylvia. Marianne. Je hebt laatst gewonnen toen we de catwalkles deden. Dus je deed het heel erg goed. Ik moet je eerlijk zeggen, je moet hard blijven werken. Want er zitten veel dames vlak achter je die nu heel erg goed zijn. Yeah. Ja? Dus blijf daar aan werken. Dit is je beste foto. Heel mooi. Goed gedaan. Ik moet zeggen, je hebt gisteren heel goed geluisterd. Je hebt heel goed naar de fotograaf en Jette geluisterd. Volgens mij heb je ook heel veel geleerd. Heel veel, ja. Daarnaast wil ik je nog meegeven dat de crew een bijnaampje voor je had. En dat was Rozeetje. Rozeetje? Yveske heeft het vorige week al tegen je gezegd. Ja. Doe het gewoon niet. Zorg dat het niet meer gebeurt. Dank je wel, Sylvia. Dankjewel, Charmaine. Marianne. Tijdens de catwalkles was je heel erg stijf. En ik dacht, nou, dat wordt echt helemaal nooit wat als model. Ik moet wel zeggen dat ik je zie groeien. Dat vind ik heel prettig. Je bent korter dan de meeste modellen. Hoe lang ben je? 1,72. Kate Moss is ook een hele korte dame, dat weten we. Maar die heeft wel heel veel power. En dat moet je wel hebben, anders haal je het niet. Dit is je beste foto. Het is ook een prachtige lach. Ik vond het heel fijn om eindelijk te zien dat je ook een lachende foto hebt. Dankjewel, Marcia. Het is heel typisch. Ik weet niet wat het is met je. Af en toe heb je het. Zoals net had je het eventjes op die catwalk. Heb je een uitstraling in je ogen. En dan verdwijnt het weer. En ik weet niet waar het naartoe gaat. Wat is dat? Ik zal je beste foto er even bij pakken. Nou, ik zie te weinig groei. Ik had best wel hoge verwachtingen van je. Maar ik zie eigenlijk helemaal niks veranderen. Ik wil
wel iets tegen jou zeggen. Ik weet niet of... Ik hoop dat het tot je doordringt. Je bent heel mooi. Maar je hebt totaal geen sexiness. Want je hebt geen vertrouwen in je lijf. Je zit niet lekker in je lijf. Je moet gewoon... Je bent mooi. Trust me. Durf met je kont te draaien. So what? Sexy. En dit is je beste foto? Oké. Hoe is de fotoshoot gegaan, Karen? Heel goed. Ja, ik vond dat je het heel goed deed. Paul en Jette waren ontzettend enthousiast over je. Ik heb je zien zitten en je was zo mooie kleine variaties aan het doen. Toen was je echt een model. Echt hartstikke goed. Ik ben een beetje teleurgesteld omdat ik geen verbetering zie qua lopen van wat ik zag toen ik je voor het eerst zag lopen, tijdens de catwalk. Nou, ik vond het lopen wel mooi, hoor. Lekker sportief. Man. Het is je beste foto. Eindelijk een dag. Ik vind dit echt een fantastische foto. Waar je aan moet werken is dat je meer variatie krijgt. Dank je wel, Ovo. Er staan hier nu nog 8 meisjes voor me. Maar ik heb maar 7 foto's in mijn handen. Dat betekent dat 1 van jullie per direct het huis moet verlaten. De eerste die mag blijven, heeft een prachtige lach. Ovo, gefeliciteerd. Je mag blijven. Dank je. Charmaine, ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Nog 6 meisjes en maar 5 foto's. Sanne, gefeliciteerd. Ja, dank je. Sylvia, gefeliciteerd. Dank je. Hele mooie foto. Daisy. Ook jij bent door en mag in het huis blijven. Zet hem op. Annemarie. Annemarie, gefeliciteerd. Er staan hier nu nog 2 meisjes voor me. Maar ik heb maar 1 foto in mijn handen. Dus voor 1 van jullie is het over. Annika, we hebben je al heel veel dingen geleerd, maar waarom zien we er helemaal niks van? En Marcia, dit is je laatste kans. Je bent 26. Waarom vecht je er niet voor? Hou elkaars hand vast. Marcia, zet hem op. Dank je. Gefeliciteerd. Kom hier. Nee. Je hebt al heel veel geleerd de afgelopen weken. Zorg ervoor dat je het allemaal gaat oefenen thuis. Ik ben in ieder geval blij met de kans. Ja, toch? Die ik heb gekregen. Ja. Je bent al een stuk verder dan de gemiddelde model. Werk vooral door. Ja. Ga mijn gedag zeggen tegen de meiden. Ik ben meer teleurgesteld in mezelf. Dat ik toch niet goed overkom. En ik doe wel echt mijn best, maar dat het toch niet uitkomt blijkbaar. Ik ga er nu helemaal voor. Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Als we het fout deden, dan was hij trots als we het probeerden te verbeteren. Als we het goed deden, dan was hij sowieso gewoon altijd trots. Kijk, oh! Is iemand hier al jarig, of niet? Ik moest met een psycholoog praten, met televisie erbij. En ik moest zeggen wat ik allemaal voelde. En ik moest helemaal huilen op televisie. Model Masters Holland's Next Top Model werd mede mogelijk gemaakt door Maybelline New York en Crystal Clear.